Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. De allereerste video van 2017. En ik wil het dan ook op de valreep toch nog even tegen jullie zeggen. De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Het is nu een week geleden als deze video online komt dat het oud of nieuw was. Dus ja, het kon nog net. Vaak is het een paar dagen daarna dat je nog tegen elkaar zegt. Oh ja, gelukkig nieuwjaar of de beste wensen. Maar oké, een week. Het moet kunnen, heb ik besloten. Ik heb een favoriete video voor jullie en het zijn de favorieten van december. Ik moet zeggen, het is echt een hele volle editie. Dus ik ga niet te lang kletsen, maar gewoon gelijk beginnen. Want anders wordt deze video echt heel erg lang. Het allereerste product wat ik hier heb is van Essence. En dit is de Glow Must Go On Bronzing and Highlighting Palette. Dit is zo'n palette uit de bloggers Beauty Secrets. En dit was in eerste instantie een limited editie, maar omdat Essence de paletten gewoon aan hun vaste assortiment heeft toegevoegd, kon ik hem alsnog gaan reviewen en laten zien dus. Dit palette is gemaakt door Serena van Beauty Lab. Misschien ken je dat, ken je haar wel. Met een leuk spiegeltje hierin en dan zitten hier de producten. Je hebt hier highlighting, bronzer en dan heb je hier nog twee oogschaduws en een klein applicatortje. En ik vond het echt een heel fijn palette, want het pigment van alle poeders is echt super goed. Je kunt er echt heel erg mooi mee contouren, kan ik eigenlijk wel zeggen. De highlighter zie je ook heel duidelijk. Het is leuk dat er gekozen is voor verschillende kleuren bronzers. Dus drie verschillende kleuren. Dus eigenlijk zit er altijd wel een tint bij die bij jouw huid past. Je kunt ze natuurlijk ook gecombineerd gebruiken. Ja, en die twee oogschaduws zijn ook gewoon heel erg mooi. Omdat je er eigenlijk best wel een hele neutrale look mee kon maken. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En ja, het pigment is zo goed dat ik dit palette gewoon absoluut bij de favorieten wilde hebben. Omdat die gewoon zo mooi is. Dus mocht je benieuwd zijn zelf naar dit palet, dan heb je hem nou in de limited editie niet kunnen scoren. Geen nood, want Essence verkoopt ze dus nu ook gewoon in het vaste assortiment. Dan heb ik ook de nagellak van Serena. Deze heet Shine Bright. Deze is helaas niet meer te koop. Maar omdat ik hem wel heel fijn vond, wilde ik hem toch wel even aan jullie laten zien. Deze komt dus wel echt uit die limited editie. Ik heb Essence gevraagd of dat deze lakjes ook nog in het vaste assortiment komen van de vier bloggers. Maar daar heb ik helaas geen antwoord op gekregen. Dus ik kan het jullie niet vertellen. Maar ik vond dit kleurtje heel erg mooi. Het was iets wat ik eigenlijk nog niet in mijn stash had. Dus ik wilde hem wel laten zien omdat de dekking heel goed was en de kleur heel mooi. Dan heb ik deze Labello. En dit is de Labello for Men Active Care. En dit is een hele gewone Labello, want hij is gewoon zo. En hij is mat. En ja, natuurlijk omdat hij eigenlijk voor mannen bedoeld is. Ja, mannen die willen geen glans op hun lippen, maar ze willen wel verzorgde lippen. Is die matte variant heel goed. Maar voor ons, vrouwen, is deze matte variant weer heel erg handig om over een glimmende lipstick aan te brengen. Want zo maak je dus je lipstick mat. Nou ja, het is gewoon, Labello staat natuurlijk gewoon bekend om de hele goede verzorging die de producten bieden. Maar omdat deze dus mat is, vond ik het een hele leuke bijkomstigheid. Dat je dus gewoon over een lipstick aan kunt brengen. Zodat je ineens gewoon een hele matte lippenstift hebt als je dat, wil. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dus daarom zit die zeker bij de favorieten. Dan heb ik dit kleine oogschaduwpaletje van Sleek. En dit is het Molten Metal Metallic Eyeshadow Duo. Dus ik zal hem even eruit halen. Ik heb deze bij Big Bazaar gekocht. Volgens mij is dit al best wel een oude variant. Big Bazaar verkoopt dat. En ook vaak Action verkoopt dat voor een veel lagere prijs. Nou ja, ik vind altijd die doosjes van Sleek heel mooi. Dat matte met die, glanzende tekst vind ik altijd heel erg mooi. En dan ziet de oogschaduw er zo uit. Even kijken. Deze kleur heet Steel en dit is Ash. En er zit echt heel veel pigment in deze oogschaduw. Ik moest wel eventjes wennen, want het zijn vloeibare oogschaduws, crème oogschaduws eigenlijk meer.
Dus dat was even nieuw. Het aanbrengen vond ik iets lastiger, maar het pigment is echt super goed. Het zijn wel kleuren die ik niet snel voor dagelijks gebruik zou kiezen, maar met een feestje of zo vond ik dit wel heel mooi, omdat de kleuren heel intens zijn. Dan heb ik een aantal producten uit de limited editie van Catrice. Dat is de limited editie Victorian Putri. Als eerste heb ik deze highlighting pebbles. En ja, ik laat het plasticje er even op. Dat zijn van dit soort blokjes met highlighter erin. En deze zag je echt super goed. Ik heb laatst in de velvideo laten zien dat Essence ook een aantal, of ook zo'n soort iets had. Maar dan waren het sterretjes, maar daar was het pigment gewoon niet zo goed in. En bij deze was het echt wel heel pigmentvol. Je zag echt heel duidelijk de highlighter erin terug. Dat vond ik echt super fijn, want ik vind het vaak nogal moeilijk als het een los product is, zoals dit. Hè. Het zijn losse vierkantjes om er dan genoeg pigment van af te krijgen. Maar dat was bij deze echt heel erg goed gelukt. Ja, ook vind ik altijd de verpakkingen super mooi met dat wit en dat goud. Dus ja, deze was heel succesvol. Dan heb ik ook het oogschaduwpaletten uit die collectie. Het oogschaduwpaletten heet Nostal Chic. En ik ga hem even openmaken. Hij zit een beetje strak. Ja, hebbes. Het is dit oogschaduwpaletten. Mooie grote spiegel erin. Ja, de kleuren zijn echt heel erg mooi. Er zit best wel veel pigment in. Je ziet toch lichtere, maar ook donkere kleuren. Ik vond het echt heel erg mooi. Je kunt hier echt hele mooie ooglooks mee creëren. Vooral ook met dat goud en dat roze. Ja, dat sprak mij heel erg aan. Ik werd er heel erg blij van. En het zijn ook, het zijn een paar shimmer oogschaduws die erin zitten. Dus ja, omdat het pigment gewoon van deze heel erg goed was, vond ik hem ook zeker favoriet waardig. Het laatste product uit de Victorian Putri collectie was deze nagellak. En deze collectie lag rond december in de winkel. Die was ook wel een beetje lekend op kerst. Want kijk, er hing zo'n hangertje aan. Die kon je dan eventueel in je kerstboom hangen. En dan kon je er een naam op schrijven. En ja, van wie het was. De dekking was heel mooi. Ze hadden een soort metallic glans. Wat gewoon echt een heel mooi geheel gaf. Na twee laagjes dekte de lak ook perfect. En ja, dan blijf ik ook wel weer een beetje bij die gouden details die Catrice aan zijn producten maakt. Die vind ik gewoon echt heel erg mooi. Dus deze vond ik ook heel erg mooi. De naam van dit lakje zet ik even hier onderin, want die kan ik zo niet lezen. Ook nog uit de Victorian Putri collectie, die ik dus nog even vond net, is deze lippenstift. En dit is de Putic Pink. Het is een matte lippenstift volgens mij. Even kijken hoor. Erg hè, dat ik dat nu al niet meer. Ik ga goed kijken. Ja. Kijk, het is zo'n lipstift. Dekking heel erg mooi ook weer. Echt wederom. Hele mooie kleuren. Je moet ervan houden van dat donkere. Ik vind het persoonlijk best wel mooi. Maar ik moet denk ik wel bij je passen. De lipstift die was gewoon heel erg mooi. En ja, ook gewoon weer de verpakking blijft een plaatje om te zien. Dan ga ik gelijk door naar de limited editie van Essence. En dat was de Little Christmas Factory. En als eerste heb ik daar het oogschaduwpaletten van. En dit oogschaduwpaletten heeft de naam North Pole Express Delivery gekregen. En ik vind gewoon hem er al heel mooi uitzien, het uiterlijk zo. Zo ziet het paletje van binnen eruit. Weer zo'n spiegeltje. Maar kijk nou die oogschaduws. Het is net of dat ze gewoon smelten. Dat effect hebben ze. Echt super mooi. De kleuren zijn ook weer heel intensief. Je kunt er echt hele mooie looks mee creëren. Ook leuk dat er wat goud is bijgedaan. Ja, dit paletje lag in de winkel rond de feestdagen. Dus dan vind ik goud ook wel een hele mooie, goede keuze. Ja, dat groen past natuurlijk ook alweer bij kerst. Echt heel erg mooi dit paletje. Goede pigmentatie ook weer. Dus dat viel me zeker niet tegen, dit palet.
Dan heb ik ook uit de collectie de lippenbalsem. En ik ben dol op lippenbalsem, jongens. Het is echt weer van dat weer dat je echt veel moet smeren. Tenminste, ik wel. Ik heb echt snel last van droge lippen. Het is een rode lippenbalsem. Geeft een lichte kleur af. Deze heet Merry Christmas. En ja, hij voelde heel prettig aan op mijn lippen. Volgens mij ruikt hij ook heel lekker. Oh, hij is geurloos. Ik dacht dat er een geurtje aan zat, maar hij is toch geurloos. Maar oh, hij is echt heel fijn. Dus dat vond ik heel fijn dat er een lippenbalsem in zat. Want in tegenstelling tot de liptint die erin zat, vond ik die totaal niet fijn. En dan de lippenbalsem wel. Ook heb ik een nagellak uit die collectie. Ik heb de kleur Santa Baby. Ook weer een hele mooie dekking. Ik vind het ook een heel schattig potje. Lekker compact ook. Ja, gewoon heel mooi rood. Naar twee laagjes perfect. Dus daar was ik ook heel blij mee. Dan heb ik ook de Liquid Eyeliner. Dit is een gold eyeliner. Dus deze heeft een gouden tintje. En vaak is het heel lastig om dat heel mooi glad te krijgen. Omdat goud, ja, er zit vaak een glittertje in. Dat werkt soms niet helemaal. Maar bij deze was dat echt heel makkelijk. Ik vond het echt een heel mooi resultaat geven. Zowel gewoon op je oogleden te gebruiken als over bijvoorbeeld een zwarte rand heen. Wat vaak aangeraden wordt, zodat de kleur beter zichtbaar wordt. Maar deze was ook heel goed zichtbaar zonder die zwarte rand. Dus ja, ook een heel mooi product wederom. Ik zal even kijken of de naam, als jullie dat nog leuk vinden om te weten. Hij heette Ho Ho Ho. Dan heb ik ook nog deze mini handcreme uit deze collectie. Deze heeft de naam Een Mistletoe Kisses. Ja, deze stond natuurlijk helemaal in de kerstsfeer. Deze ruikt zo lekker. Ik ga even kijken of ik kan thuisbrengen wat de geur was. Maar ik werd er zo... Nee, ik kan niet omschrijven waar die naar ruikt, maar hij rookt zo lekker. Oh, ik bleef ook echt aan mijn handen ruiken toen ik hem had aangebracht. Zo lekker rookt hij. Deze was ook in twee varianten. Het is echt een kleintje, dus ook ideaal voor in je handtas bijvoorbeeld. En hij voedt echt je handen heel goed. Je handen worden er echt lekker door gevoed en dat vond ik heel belangrijk. Het laatste uit die collectie was deze Eau de Toilette. En dit is een kleine variant. En ook deze rook zo heerlijk. Oh, hij is gewoon ergens heel zoet. Maar ja, ik kan de geur niet helemaal thuis brengen. Hij heet It's Magic. Maar oh, het is een combinatie van Magical Berry en Vanille Notes. Nou, ik vond hem echt zo lekker. Ik ja, heb hem echt al wel een paar keer gebruikt, zoals je kunt zien. Nee, ik vond hem echt super lekker gewoon. Hij mocht zeker niet ontbreken in mijn favorieten. Dan heb ik van Catrice het I Am Brow Contouring paletten. Ik heb nummer 020 But First Hot Coffee. Hij is er in twee varianten. En dit is dus een paletje waarmee je dus zowel je wenkbrauwen kunt contouren als je ogen. Hier zie je de highlighter. Dan heb je hier drie bruine kleuren. Nou ja, bruin. Deze is wat lichter. Maar kleuren poeders. En ja, natuurlijk kun je gewoon de highlighter kun je aan de binnenkant van je ooghoeken aanbrengen. En op je wenkbrauwbot. Nou ja, dan kun je de kleur kiezen die het beste bij jouw wenkbrauwen past. En met gewoon ook deze drie kleuren kun je een hele mooie ooglook maken. Achterop staat overigens ja, ook nog een kleine tekening hoe je dat het beste kunt doen. Dus als je daar nog niet zo thuis in bent, is dat altijd wel heel erg handig. Maar het pigment was heel erg goed en ik vond dit gewoon echt een heel erg fijn paletje. Dus vandaar dat die ook bij de favorieten zit van december. Van Essence heb ik het Make Me Brow Duo Eyebrow Powder. Ik heb de 02 Mixed Brunette. Je hebt er ook een voor blondines. Alleen mijn wenkbrauwen zijn gewoon net iets donkerder. Waardoor de kleur van die het paletje voor de blondines heeft vaak gewoon te licht is voor mijn wenkbrauwen. Dus daarom heb ik voor de donkerdere variant gekozen. Pigment is ook super goed. Je moet best wel veel poeder gebruiken om echt alle witte plekjes weg te werken. Maar
Ja, ik denk als je zeker vooral als je nog niet zo heel erg thuis bent in het shapen van wenkbrauwen of het inkleuren daarvan, is dit echt een hele low budget variant die ook gewoon prima werkt, zodat je het ook gemakkelijk kunt leren. En ja, ik gebruik dan zelf de donkerdere poeder, omdat die het beste overeenkomt, maar dat moet je gewoon zelf even kijken wat natuurlijk het beste bij jouw wenkbrauwen past. Maar toch was ik gewoon tevreden over deze poeder. Dus vandaar toch bij de favorieten. Van Catrice had ik het Glossy Nail Glow. De Glossy Nail Glow. Ja, dit is een product wat eigenlijk verzorgend is voor je nagels. Hij geeft een natuurlijke glans. Droogt heel snel. Vooral heel erg handig als je je nagels wel wilt lakken, maar je eigenlijk niet zo heel veel tijd hebt. Dat je toch even kunt zeggen van oké, ik breng bijvoorbeeld dit aan. Zodat je toch een hele mooie natuurlijke glans krijgt. Want hij maakt je nagels ook best wel een beetje roze. Helaas gaat deze uit het assortiment verdwijnen. Dus hij is nu te koop voor een lagere prijs dan dat hij eerder kostte. En het geld wel op is op. Maar ik vond het een heel fijn product. En ik vind het heel erg jammer dat hij het assortiment gaat verlaten. Dan heb ik deze mascara van Essence. En dit is de Vel False Lashes mascara. Dit is de Extreme Volume and Curl variant. Je hebt twee varianten. Je hebt ook deze. Die heeft een oranje vakje. Ik weet niet zo goed welke dat is. De mascara heeft zo'n borsteltje. En ik vond echt dat je echt wel zag dat hij volume gaf. Dan moet ik wel zeggen dat ik altijd van tevoren mijn wimpers altijd al krul. Dus ja, of dat dan komt door de wimperkrudder of dat het gewoon echt komt door de mascara, dat weet ik niet. Maar mijn wimpers zagen er echt veel voller uit. En ja, ik vond het resultaat gewoon heel erg mooi. Dus ja, daarom zat hij toch wel in mijn favorieten van december. Dan ben ik toe aan het laatste product van mijn favoriete video van december. En oh, ik ben zo gek op deze dit product. Dit is het I Heart Makeup paletten. Dit is de Pink Fizz. Dit zijn die chocoladepalettes waar I Heart Makeup eigenlijk heel bekend mee is. Ze maken er steeds meer. En ook dit palet ziet er natuurlijk weer prachtig uit zo. En ook het pigment is weer super goed. Ik ga jullie gelijk de binnenkant laten zien. Nou ja, altijd natuurlijk zo'n plasticje met de namen erop. Wat super handig is. De paletten ziet er zo uit. We hebben weer die spiegel die nu even niet zo handig is. Ik ga hem zo houden. Dit zijn de kleuren. Zoveel pigment dat deze kleuren bevatten. Echt super mooi. Ook kun je er echt super mooie looks mee maken. Het is misschien wel iets waar je van moet houden van deze tinten, maar ik vond ze echt prachtig. En ja, eigenlijk stellen deze paletten mij nooit teleur, omdat je eigenlijk al weet dat het pigment gewoon altijd super goed is. En ik vind het dan ook altijd heel erg leuk om deze paletten sowieso te fotograferen en ermee aan de gang te gaan, omdat ik ze gewoon echt prachtig vind. Dus dit palet was ook zeker weer favoriet van mij. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van december. Zoals ik al zei, het was best wel een volle editie. Weer veel low budget natuurlijk. Catrice, Essence. Nou ja, als je me langer volgt, weet je dat inmiddels wel. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vond het weer leuk om in ieder geval deze video op te nemen. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, abonneer dan eventjes op mijn kanaal. Vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog en dan zou ik zeggen, ik zie je heel snel weer en bedankt voor het kijken. Doeg!